Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Er was mij gevraagd of ik een video wilde maken waarin ik wat meer zou uitleggen over het lezen van e-boeken, oftewel digitaal lezen. Dat leek me wel leuk om daar eens wat meer informatie over te geven. Ik maak elke maand video's waarin ik mijn gelezen boeken bespreek. Maar wat ik merkte, bestaat er nog best wel wat vraag rondom het lezen van digitale boeken. Dus in deze video wil ik je daar gewoon wat meer informatie over geven. Ik zal mijn ervaring delen waarom ik ervoor heb gekozen om digitaal te gaan lezen en niet meer met gewone boeken. En ja, ik zal gewoon even daar wat meer informatie dus over geven over het digitaal lezen in het algemeen. Dus mocht je daar nou benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik zal eerst even kort vertellen waar bij mij het begonnen is met het lezen van e-boeken. Ik moet zeggen dat ik vroeger niet echt een lezer was. Ik weet dat je op school altijd boekverslagen moest maken en dan kreeg je zo'n boekenlijst en dan moest je een boek uitkiezen. En eigenlijk stond er nooit een boek op wat mij echt heel erg interesseerde. Dus ik zat echt tegen zo'n boek aan te hikken van oké, ik moet dit doen voor school, maar liever niet. Toen ik eigenlijk van school af was, heb ik ook eigenlijk geen boeken meer gelezen. En bij mij begon het eigenlijk weer toen er op een gegeven moment een boek van Goede Tijden, Slechte Tijden werd uitgebracht. Volgens mij was dat ook vanwege een jubileum en dat was een roman. Het was echt een heel dik boek. Ik heb die toen gewoon echt fysiek gekocht. Als ik een plaatje nog kan vinden, zal ik dat boek wel even in beeld neerzetten. En ik heb dat boek toen gelezen en ik was eigenlijk best wel om. Ik vond het heel erg leuk weer om te lezen. Op een gegeven moment stopte de soap ONM en die ging verder in boekvorm. Daar heb ik ook alle drie de boekjes van gelezen. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. En ik heb later nog wel eens wat fysieke boeken gekocht van een bioscoopfilm die ik dan had gezien. Waar dan ook een boek van geschreven was en dan was ik daar wel benieuwd naar. En dan kocht ik zeg maar de filmeditie van dat boek. Maar daarna was het eigenlijk weer een beetje stil. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat het lezen van e-boeken ook best wel makkelijk was. Ik heb dat in eerste instantie toen gedaan via mijn tablet. Dit vond ik zelf niet heel fijn, omdat het best wel een groot ding is in handen. Ik heb zelf een grote tablet, dus dat vond ik niet zo handig. En toen heb ik mijn allereerste e-reader gekocht en zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met e-boeken. Nou, wat zijn e-boeken nou eigenlijk? Eigenlijk zijn e-boeken niks anders dan een digitale versie van het fysieke boek wat je kunt kopen. En deze kun je dus op je tablet lezen, op je telefoon of op een e-reader. Er zijn verschillende mogelijkheden voor. Je moet denk ik net kijken wat je nou fijn vindt om te lezen. Telefoon zou ik persoonlijk te klein vinden om een boek op te lezen. Mijn iPad is groot, maar mijn e-reader die is echt fantastisch. Ik ben begonnen met een Kobo e-reader. Die heb ik dus 8 jaar gehad. Die is onlangs kapot gegaan. Toen heb ik een nieuwe gekocht. Dat is dus deze Kobo. Een nieuwe Kobo. En hier lees ik dus mijn boeken op. Momenteel ben ik het boek Funky Food Truck aan het lezen. Dus daar lees ik mijn boeken op. En dat vind ik gewoon heel handig. Wat is nou het verschil met een e-book en een gewoon boek? Nou, ik denk dat het grote verschil is dat je een e-book natuurlijk niet meer echt fysiek in handen hebt. En sommige mensen vinden het juist fijn dat als ze een boek lezen, dat je lekker die bladzijden kunt omslaan. Dat je gewoon het gevoel hebt van ik heb iets in handen, ik ruik het papier. Ja, dat is iets wat mensen soms heel fijn kunnen vinden. Ja, en dat heb je natuurlijk bij een e-book niet, omdat je een apparaat in handen hebt. Wat ik zelf wel een groot voordeel vind ten opzichte van een echt boek, is dat je een e-book kunt aanpassen in lettertype. Je hebt soms best wel boeken die hebben een klein lettertype en ik zat dan zo op mijn boek, want ik heb niet hele goede ogen. Met een e-book kun je dat dus in je apparaat zelf aanpassen. Je kunt het lettertype dus groter maken, maar ook kleiner als je het te groot vindt. En daarnaast kun je ook het licht een beetje aanpassen. Tenminste, dat is op de e-reader wel zo. Ik weet niet of dat op de
je tablet of telefoon ook zo is, maar je hebt in ieder geval achtergrondverlichting. Dat is natuurlijk het verschil. Want stel je zit lekker in de winteravond op de bank onder een kleedje met een kopje koffie of thee en je zit je boek te lezen, heb je soms al gauw als het donker wordt dat je het niet meer zo goed leest, dan moet je er een lampje op zetten. Dat vind ik zelf wel het grote voordeel van digitaal lezen. Ook het feit dat boeken eigenlijk niet echt ruimte in beslag nemen. Ik heb zelf geen ruimte om bijvoorbeeld echt een hele reeks boeken te hebben. Ja, sommige mensen die kiezen ervoor om een boek als ze die gelezen hebben te verkopen. Ik ben zo niet. Ik zou dat niet kunnen. Dus voor mij is een e-book wat dat betreft gewoon een perfecte optie. Omdat die gewoon opgeslagen wordt op mijn e-reader. En je kunt hem altijd weer een keertje herlezen als je dat wilt. Dus de ruimte is wat dat betreft wel echt heel fijn. Wat ik ook wel fijn vind, want tegenwoordig zie ik dat heel veel boeken een zachte kaft hebben. Ik heb zelf altijd liever boeken gehad met een hardkoffer, maar het lijkt of dat niet meer heel erg in trek is. Dat tegenwoordig de boeken vooral een kartonnen kaft hebben. En wat ik het nadeel vind is dat je van die ezelsoortjes krijgt als dan zo'n boek een tijdje ligt. Weet je, als je zo'n boek net hebt en je bent erin aan het lezen, blijft het mooi. Hoe vaker je dat boek vastpakt, des te lelijker het wordt omdat je ezelsoortjes krijgt en vouwen en nou ja, bedenk het allemaal maar. Dus in dat opzicht vind ik een e-book gewoon veel fijner. De prijs. Ja, dit is eigenlijk een beetje een dingetje. Boeken zijn tegenwoordig best wel duur. Je hebt al gauw een boek, is denk ik al gauw wel een 15, 20 euro. E-boeken betaal je ook geld voor. Althans, dat kan je doen. Je kunt namelijk bij bol.com kun je e-boeken kopen. Ik weet niet hoe dat gaat, ik heb het nooit gedaan, maar volgens mij krijg je dan dat e-book in je mail. Maar dan betaal je alsnog bijvoorbeeld een flink bedrag. Sommige e-boeken zijn ook heel goedkoop. Er bestaan ook manieren om e-boeken gratis te downloaden. Als je hiermee op Google gaat zoeken, kom je websites tegen waar je gratis boeken kunt downloaden. Deze sites bestaan soms al 25 jaar. En ik denk als je zo lang bestaat en je bent nog, ja, ik weet dus niet in dit geval of dat het mag. Maar er zijn zoveel gebruikers die dit doen. En ik denk vooral in deze dure tijden dat mensen hier sneller naar grijpen. Ik bedoel, hoe deden we dat vroeger toch met muziek? Ik bedoel, als we zo'n mp3-spelertje hadden, dan hadden we toch ook Kaza of LimeWire. En dan downloaden we toch ook onze muziek vanaf. Nou, dat kun je dus met e-boeken ook doen. Ik ga de site waar ik ze vandaan haal niet spoileren. Omdat ik niet helemaal weet of het oké is. Maar ga maar gewoon eens googelen als je daar behoefte aan hebt. En je komt op die sites terecht. Dus één keer registreren en je kunt de boeken gewoon downloaden. En sommige boeken staan er gewoon al eerder op als dat ze in de winkel liggen. Dus zo kun je dus aan de nieuwste e-books komen. Maar wil jij gewoon graag voor je boeken betalen, kan dat natuurlijk ook gewoon door bijvoorbeeld bij bol.com. Ik weet dat Kobo een eigen webshop heeft waar je boeken kunt downloaden. Dat is een keuze die je zelf moet maken. Maar er zijn dus genoeg opties om aan boeken te komen. Wat misschien ook wel even handig is om te weten, dat als je nou een e-book downloadt, dat dit altijd een EPUB bestand is. Dus een E-P-U-B. Ze noemen dit dus een EPUB bestand. En als je een EPUB bestand hebt, dan wordt die gelezen door je e-reader of tablet of telefoon. Ik weet dat Apple in het algemeen, die heeft ook een laboratorium of boeken library. En daar kun je dus de boeken inzetten. Ik zal eventjes een plaatje ervan in beeld nu zetten, zodat je weet hoe dat eruit ziet. Ik weet alleen niet hoe dit bij Android zit, want ik denk dat je daar, misschien hebben die ook wel een standaard boekengalerij als app, maar het kan ook zijn dat je daar een app voor moet downloaden. Dat durf ik je niet te vertellen, want ik ben niet thuis in Android, maar ja, dat zou je kunnen opzoeken. Maar het is altijd belangrijk dat je EPUB bestanden downloadt, want dat zijn dus e-boeken en dan gaan ze ook werken. Een e-book kun je trouwens heel makkelijk omslaan door je vinger, die swipe je eigenlijk gewoon naar rechts. En als je een bladzijde terug wil, ga je naar links. Dus eigenlijk is dat gewoon heel makkelijk doordat je dus eigenlijk de bladzijdes omswipt. Dus
Ja, ik heb dan bijvoorbeeld een e-reader en die heeft dus nu ook knopjes hierop zitten waar ik ook mee om kan slaan, deze. Maar het werkt ook gewoon als ik gewoon swipe, zeg maar. Dus dat is ja, eigenlijk gewoon het handige van het lezen van e-boeken. Dus ja, wat misschien het missende stukje zou zijn voor sommigen is dat ze een bladzijde omslaan, is dat je deze gewoon omswipt. Mijn allereerste e-reader was een Kobo. Die heb ik dus onlangs vervangen. En ik ben toen gewoon weer voor Kobo gegaan. Omdat ik wist hoe Kobo in zijn werk ging en hoe het werkte. En ik gewoon eigenlijk heel tevreden was. Maar er zijn ook best wel veel andere soorten e-readers. Ook best wel goedkopere e-readers. Ik weet bijvoorbeeld dat Blokker ook wel goedkopere exemplaren heeft verkocht. Maar je hebt best wel verschillende merken van e-readers. En dat is denk ik een proces. Dat als je zo'n e-reader wil aanschaffen, je kan natuurlijk altijd eerst proberen of dat het je bevalt op je telefoon of eventueel een tablet als je die hebt. Mij beviel dit persoonlijk niet. En als je dan toch tot de beslissing komt, ik zou graag een e-reader willen kopen, kun je het beste even goed inlezen. Je kan natuurlijk ook altijd advies vragen in de winkel. Ik vind het zelf alleen altijd heel prettig als ik al weet wat ik wil hebben. Vooral als je bijvoorbeeld een beetje snel beïnvloedbaar bent en je gaat naar zo'n verkoper toe en je zegt: joh, ik zoek dit of dit. Kan het soms zijn dat ze je een duurder exemplaar willen aansmeren omdat het zogenaamd beter is. Maar ik vind het zelf gewoon heel belangrijk. Ik heb dit zelf ook gedaan toen ik een nieuwe e-reader ging kopen. Om eerst even wat research te doen op internet. Wat zoek ik? Wat vind ik belangrijk? Wat is mijn budget? Dat is ook wel een hele belangrijke. En ik denk aan de hand daarvan dat je echt een hele goede e-reader kunt vinden. E-readers worden tegenwoordig gewoon verkocht bij Mediamarkt, bol.com, BCC, maar ook gewoon een heleboel andere winkels. Eigenlijk de meeste winkels die elektronica verkopen, die hebben wel gewoon e-readers. Alleen het aanbod is niet altijd even groot. Maar ik denk gewoon dat als je dus dit van plan bent om aan te schaffen, dat gewoon research even heel belangrijk is. Want wat de een een fijn merk vindt, hoeft de ander niet fijn te vinden. Want ik heb ook heel veel mensen gelezen die bijvoorbeeld Kobo helemaal niet fijn vonden. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dus ik denk dat ik dat als tip graag nog aan jullie mee wil geven van, ja, als je daarna op zoek bent, ga voor jezelf gewoon even na wat je belangrijk vindt. Want dat scheelt gewoon een hele hoop ellende in de winkel van het nadenken. En ik denk als je eenmaal gewoon iets hebt gezien, dat het dan gewoon goed is. Je kunt natuurlijk altijd nog wat informatie vragen. Maar laat je niet beïnvloeden door bijvoorbeeld dat ze je een duurdere aan willen smeren. Omdat die toevallig beter zou zijn als jou. Als je research hebt gedaan en voor je gevoel het gewoon goed is wat je wilt aanschaffen. Nou, ik denk dat ik nu alles eigenlijk wel een beetje heb verteld over het digitaal lezen en ook eventueel over het aanschaffen van een e-reader. Ik hoop in ieder geval dat de informatie wat duidelijker is geworden over het digitaal lezen. Ja, ik denk ook gewoon dat je zelf de keuze moet maken of dat je dit wilt. Ik weet ook niet of dat je bij bibliotheken ook eventueel e-books kunt huren. Ik heb daar wel eens wat van gehoord, maar ik ben zelf sinds mijn 18e al niet meer bij een bibliotheek geweest. Want toen moest ik ervoor gaan betalen en zo'n grote lezer was ik niet. Dat heb ik toen niet gedaan. Maar ik heb een kans dat je daar ook wel nog e-boeken zou kunnen huren. Het nadeel is misschien wel dat ze misschien niet de nieuwste e-boeken hebben die je dan misschien wilt lezen. En dat is wel eventjes het verschil, maar dat is iets wat nog zou kunnen. Mocht je naar aanleiding van deze video nog vragen hebben over het digitaal lezen, ja, laat ze dan gerust achter in de comments. Ik hoop dat ik de belangrijkste punten bij elkaar heb gepakt. Maar het kan natuurlijk zijn dat je nog een brandende vraag hebt waarvan je denkt: dat had ik nog heel graag willen weten. En dan wil ik met alle liefde proberen om deze vraag voor je te beantwoorden. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door even op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button en als je daarop klikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doeg!